allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is de 30k winactie. Ik wil deze video echt al zo lang opnemen en ik ben al heel lang bezig met het regelen van allemaal toffe producten. En nu is hij er eindelijk. De meeste van jullie wisten niet dat hij eraan kwam. Ik heb het goed verborgen gehouden. Maar hij is er nu echt super leuk. Het zijn echt super, super, super toffe producten. Er zijn heel erg veel winnaars. En het zijn ook allemaal best wel luxe prijzen. Dus het wordt echt super, super leuk. Deze winactie doe ik samen met Christina van het kanaal Christina K. En het is echt een winactie van ons samen. Maar omdat we ook heel erg ver uit elkaar wonen, hebben we ervoor gekozen om twee aparte video's te maken. Dus zij heeft een deel verzameld wat zij kan weggeven. Ik heb een deel verzameld wat ik kan weggeven. En het is dus eigenlijk één video. Zo moet je het zien. Eén winactie, maar opgesplitst in twee video's. Op allebei onze kanalen. Het lijkt heel lastig, maar dat is het niet. Om mee te doen aan deze winactie zijn er een aantal voorwaarden die gelden voor welke prijs dan ook. En die voorwaarden zijn dat je mijn video liked van deze winactie. Dat je Christina haar video liked van haar video over de winactie. Dat je mij volgt op YouTube, dus abonneert op YouTube. En dat je Christina abonneert op YouTube. En dat je mij volgt op Instagram en Christina volgt op Instagram. Het klinkt als heel erg veel, maar het zijn eigenlijk best wel basic dingen die je bij heel veel winacties moet doen. Dus eigenlijk alles wat je bij mij doet, doe je ook bij Christina. Omdat het een winactie van ons samen is die we samen organiseren. Dat is de basic. Dat moet je altijd doen. Als je dat hebt gedaan, mag je onder mijn video een prijs kiezen. En dus een comment plaatsen dat je meedoet voor die prijs. En onder Christina haar video. Dat je meedoet met een prijs uit haar video. Als je mee wilt doen aan deze winactie, doe je dus standaard mee voor iets uit mijn video en uit haar video. Dus het minste waar je aan kunt meedoen zijn eigenlijk twee prijzen. Dan hoorde je al dat je ons op Instagram moet volgen. En ik weet dat er mensen zijn die geen Instagram hebben. Dus voor die mensen heb ik een pakketje samengesteld. En Christina ook. Dus mocht jij geen Instagram hebben, dan is er dus één prijs bij ons allebei die ook geschikt is voor mensen die geen Instagram hebben. Maar daar hoor je straks meer over. Als je meedoet voor de winacties via Instagram, zet dan ook even jouw Instagram account in je reactie. Zodat ik kan zien dat jij inderdaad ons volgt. En zodat ik je ook kan contacteren mocht je de winnaar zijn. En doe je alleen mee voor de niet-Instagram winactie, dan contacteer ik jou gewoon via YouTube. Dus dan moet je eventjes je berichteninbox bij YouTube in de gaten houden. Dan ga ik nu alles laten zien wat je kunt winnen. En waar je voor meedoet kun je in de reacties laten weten door middel van een hashtag. En die hashtags krijgen jullie straks te horen en die zal ik ook nog even in de beschrijving zetten. Als je mee wil doen voor een prijs moet je dus alles doen wat ik net heb genoemd. En daarbij moet je dan steeds het bedrijf ook nog op Instagram volgen. Goed, het klinkt als heel erg veel, maar het is dus echt eigenlijk best wel heel erg simpel. Ik wil gewoon dat het heel erg duidelijk is, want vaak krijg ik super veel vragen over mensen of mensen doen het niet goed. En dan denk ik al zonde, want als je het niet goed doet, dan telt jouw deelname zeg maar ook niet. Goed, ik heb de spullen die ik voor jullie heb even in dit tasje gedaan. En het zijn echt super toffe spullen, dus ik ga ze nu aan jullie laten zien. Het eerste wat je kan winnen, super vet, ik heb deze inmiddels al heel erg lang liggen. Is een horloge van Mockburg. Ik heb zelf nu ook een horloge van Mockburg om. Waar ik super blij mee ben, die ik heel erg vaak draag. En ik heb ze gemaild of ik ook wat aan jullie weg mag geven en het mocht. Dus ik ga het even van wat dichterbij laten zien. Dit is het doosje. Als je een Mockburg horloge krijgt, dan is het deze. En ik heb er eentje voor jullie uitgekozen waarvan ik dacht dat heel veel mensen mooi zouden gaan vinden. Zo vet. Dan maak ik hem open. En dan is dit het horloge. Een roze goud horloge. Het ziet er zo mooi uit. Hier zit dan een kaartje. Super chic. En ik zal hem er even uithalen. Dit is hem dan. Met een leren lichtgrijze bandje. Ik vond hem best wel gaaf, want het is echt niet een heel erg standaard horloge, vind ik zelf. Super, super, super mooi. En dit is als het goed is de Mockburg Alice. Zoals ik al zei, het is echt wel een luxe winactie. Want dit is dus echt iets super gaafs wat je kan winnen. Als je mee wil doen voor dit horloge moet je dus alles doen wat ik aan het begin gezegd heb. En eventjes in de reacties een reactie plaatsen met dat je meedoet voor hashtag Mockburg. En Mockburg op Instagram volgen. Hun Instagram zal ik in de beschrijving zetten. Dan is dat dus de eerste prijs waar je mee kunt doen. Dan de tweede prijs en die kan ik jullie niet laten zien maar wel een voorbeeld. Dat is namelijk dat jij een gratis bril op sterkte helemaal compleet dat je niks meer hoeft bij te betalen kunt ontvangen van Firmo. En als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik al drie keer een bril heb ontvangen van Firmo. Ik heb hier even twee voorbeelden. Dit is de bril die ik als laatste heb ontvangen. Dit is deze. Ik heb nu lenzen in, maar waar ik heel erg blij mee ben. En het zijn gewoon super prima brillen. Echt simpel, maar ik ben ontzettend blij mee. Ik gebruik ze eigenlijk alleen nog maar.
En het zit dan in zo'n kokertje. En het is een andere bril. Ze hebben heel veel toffe monturen die heel erg aansluiten bij de trends van nu. Dit is bijvoorbeeld weer een andere bril. De eerste die ik van ze heb ontvangen. Dus je kunt het ook zonder sterkte krijgen. Maar op sterkte is natuurlijk helemaal tof, want dat is normaal ook wat duurder. Dus wil je daarvoor meedoen, moet je eventjes in de reactie hashtag Firmo gebruiken. En Firmo volgen op Instagram. Ook hun Instagram zal in de beschrijving staan. Dan heb ik nog een horloge. En laatst heb ik al in een unboxing laten zien dat ik 2 horloges van Icewatch heb ontvangen. Maar ik had er 3 ontvangen. Eentje gebruik ik namelijk ook voor de winactie. Ik vind het zelf meer een manhorloge, maar ik vind dat vrouwen eigenlijk sneller ook manhorloges kunnen dragen. Maar deze vind ik zelf heel erg unisex. Ik vond het alleen heel erg leuk dat het ook geschikt is voor mannen, aangezien ik bijna altijd alleen maar vrouwen cadeaus heb. Het zit in dit super mooie Icewatch doosje. Echt super chic. En dan is dit cognac kleurige horloge van Icewatch de 3e prijs. Zoals je kunt zien, ook echt heel erg prima voor een man. Ik hoop dat het allemaal mooi scherp in beeld is. Super tof. Ziet er zo chic uit. Nou, wil je meedoen voor deze prijs voor jezelf of voor je vriend of voor wie dan ook, voor je vader? Ik zou het lekker gewoon voor jezelf doen. Dan reageer je eventjes met een leuke reactie en de hashtag Icewatch. En ook volg je Icewatch op Instagram. Die zal ook in de beschrijving staan. Dan mag ik 4 keer iets weggeven van Glam Glow. Ik weet dat mensen altijd helemaal enthousiast worden als ze zien dat ik iets van Glam Glow mocht ontvangen. Snap ik, want ik word er zelf ook helemaal dol van als ik daar iets van mag ontvangen. Want dat is toch een merk wat je niet zo snel koopt. En ik denk, je koopt het eerder als je weet dat het fijn is. En daarom is het heel leuk als je dat een keer mag proberen. Dat is namelijk deze. Dit is de... Dit is geen maskertje, maar het is voor je lippen. De Glam Glow Pout Mud. Het ziet er super cute uit. En ik zal hem even openmaken, want dit is mijn eigen. Hello sexy. Zo schattig. En dan is het een hele fijne lipverzorging. En ik ben heel erg fan van Glam Glow. Ik vind vaak van die dure producten altijd gewoon te duur. Maar bij Glam Glow denk ik altijd echt, jeetje, als dit op is ga ik het zeker nog eens kopen. Deze heb ik zelf net pas binnen, pas 1 keer gebruikt. Dus ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Maar jij kan hem winnen. En dan kan je zelf testen. 4 mensen kunnen die winnen dus. Super, super leuk. Reageer dan even met een leuke comment en de hashtag Glam Glow. En volg ook Glam Glow op Instagram. Dan een prijs waar ik ook super enthousiast over ben. Het zijn dus allemaal prijzen van bedrijven waar ik ooit mee heb samengewerkt. Waar ik ooit iets van heb ontvangen. En nu dus voor jullie. Namelijk ook van de webshop Soko. Daar heb ik ook eens mee samengewerkt. Toen heb ik super mooie chocolade groene met zo'n, hoe heet het? Plateauzool schoenen mogen uitzoeken. En mijn Adidas Superstars met zo'n Paramour Unicorn effect. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Ze hebben daar hele toffe schoenen. Standaard schoenen, maar ook schoenen die ik nooit op andere webshops zie. En ik mocht of 2 keer 50 euro weggeven of 1 keer 100. En ik heb jullie heel lang geleden op social media gevraagd wat jullie liever hadden. En de meeste stemmen waren voor 1 keer 100. En dat snap ik ook wel, want dan kan 1 iemand gewoon zonder bij te betalen echt een mooi paar schoenen uitzoeken. Ik heb hier een code voor, die ga ik natuurlijk niet laten zien, maar die heb ik. En als ik de winnaar bekend heb gemaakt, dan ga ik deze voor jou invullen. En dan komt deze naar je toe en mag jij gewoon voor 100 euro schoenen uitzoeken. Wil je hiervoor meedoen, plaats dan ook een leuke reactie met de hashtag Soko en volg Soko op Instagram. Dan zijn we bijna bij het einde. Ik heb nog 1 prijs met een Instagram winactie en daarna komt de Instagram loze winactie. Dat is namelijk een year supply noemen ze het, maar dat betekent 12 kokers muesli van My Muesli. En ik heb een hele chille samenwerking met My Muesli, want ik krijg namelijk best wel vaak muesli toegestuurd. Ik ben er echt enorm fan van. Vaak als ze nieuwe muesli's uitbrengen, dan sturen ze het gewoon naar me op. Echt geweldig, ik eet het heel erg vaak. Maar het is dus zeg maar voor elke maand een koker muesli en dan krijg je dan in 1 keer opgestuurd. 6 van deze muesli's en 6 van deze. En dit zijn de speciale kerstedities. Dit is de Christmas Granola en dit is de Advance Muesli. Deze kokers vind ik zelf helemaal geweldig. Ik gebruik ze ook op mijn werk met knutselen of we hebben nu een bakkerij en dan gebruiken we deze kokers. Het zijn echt, ik vind dat gewoon super leuk. Ik zal even laten zien wat erin zit. Hier op de achterkant staat ook altijd heel leuk wat erin zit. Je kunt dus ook zelf muesli's maken bij mijn muesli. Ik ben er helemaal fan van. Het is 575 gram en dit is de Advance Muesli. Ga ik die even openmaken. Dit is mijn eigen bus, die heb ik ook weer gekregen. En de winnaar krijgt dan 12 bussen. 6 van deze en 6 van deze. Zo ziet het eruit. Je ziet al, wat ik heel erg fijn vind aan het merk, is dat als er luxe dingen in zitten, zoals chocolade amandelen of zo,
dan zitten er ook echt veel van in. Dus dat is de Advent muesli. Het leuke aan mijn muesli is dat je echt heel veel varianten hebt. Je hebt muesli's die echt vol met chocola zitten en helemaal ongezond. En je hebt ook echt paleo muesli's en hele gezonde muesli's. Dan is dit de Christmas granola. En zoals je kunt zien zitten hier allemaal chocoladesterretjes in. Super leuk, super lekker. En walnoten, achterrugde appel, echt top. En om die muesli's te kunnen winnen moet je even een reactie plaatsen met de hashtag MyMuesli. En MyMuesli ook volgen op Instagram. Dan nu de winactie die even wat anders is. Want hiervoor hoef je niet mij en Christina of het bedrijf op Instagram te volgen. Hiervoor moet je dus alleen ons allebei abonneren op YouTube. En allebei onze winactievideo's liken. Want het is natuurlijk wel een winactie voor onze abonnees. Dus dat is sowieso de voorwaarde. En wat je hier kunt winnen is een heel erg leuk EOS pakketje. En ik weet dat jullie ook altijd helemaal hyped zijn, net als ik, met EOS. Dus ik ga even laten zien wat je kunt winnen. Allereerst deze EOS lippenbalsem. En dit is de Vanilla Mint. Met die streepjes erop. Visibly soft Vanilla Mint. Dan de Berry Blossom Hand Lotion. Fresh Flowers Hand Lotion. De Cucumber Body Lotion. En deze zonneverpakking, dit is als het goed is de Strawberry Sorbet EOS. Helemaal nieuw hoor, maar sommige zitten gewoon al uit de verpakking. Dan de Visibly Soft Coconut Milk. Super chill. En mijn ultimate favorite, dit is die mint. Ik weet even niet hoe die precies heet, die mint EOS. Dit is echt mijn favoriete lipbalm. Hier heb ik al heel veel van gebruikt. Niet van deze, maar van deze soort dus. Die is echt super chill. Van deze krijg je ook echt zo'n tintend gevoel op je lippen. Ik hou daar heel erg van. En dan is dat dus het laatste wat je kunt winnen. Ik vind het echt een fantastische winactie. Het heeft ook echt even geduurd voordat ik het allemaal heb kunnen verzamelen. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Ik ben heel erg benieuwd waarvoor jullie allemaal mee gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd of iedereen hetzelfde gaat kiezen of juist niet. Ja, heel veel succes met meedoen. Ik laat dus weten wie er heeft gewonnen door jou te contacteren via je Instagram. Dat doe ik omdat ik dan zeker weet dat ik de juiste persoon heb. Want als iemand mij gaat mailen, heb ik wel eens gehad dat veel meer mensen mij gingen mailen dan waar kon zijn. En ik heb wel eens de prijs naar een verkeerd iemand opgestuurd. Dus dat wil ik niet meer hebben. Dus daarom moet je eventjes je Instagram ook in de reacties zetten. En doe je mee voor de EOS winactie, dan contacteer ik jou via YouTube. Dus dan klik ik op jouw comment en dan kom ik bij jou, zeg maar, kanaal of account. En dan krijg je via daar een berichtje binnen. Je hoeft niet eerder te gaan vragen wanneer de uitslag komt. Dat is heel erg irritant. In ieder geval heel erg bedankt voor het abonneren. Echt heel erg bedankt voor de 30k. Het zijn er inmiddels al 33.000. Dus ik ben er alweer een beetje uit. Maar heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie de winactie super leuk vinden. Heel veel succes met meedoen. En dan zie ik jullie volgend weekend weer op zaterdag of op zondag om 9 uur. Doei!